Een meerderheid van 20 raadzetels in de coalitie, is dat niet erg risicovol? Nee, de vorige was volgens mij 21 en ik heb het al vaker meegemaakt rond de 20 of 21. Ik denk dat het aantal niet relevant is, maar de mate waarin je een team mee te smeden die zich bij elkaar houden. En ik heb alle vertrouwen in dat dit een mooi team wordt wat zich bij elkaar zal houden om de hoofdlijnen van het coalitieakkoord in elk geval vorm te geven. Want het zijn wel veel partijen, hè? Ja, het zijn er 7, maar volgens mij zijn er 13 in de gemeenteraad. Hè. Je ziet dat er een versnippering optreedt, ook landelijk gezien en maatschappelijk gezien. En dat betekent dat je ook moet proberen zoveel mogelijk inmos met elkaar, door middel van de samenwerking in die raadspartijen, te binden. En dat hebben we gedaan. Nou ja, eentje meer dan de helft is al voldoende. Hè? Als alle neuzen dezelfde kant op staan. En als ik heel eerlijk ben, denk ik dat hier zo'n fantastisch akkoord ligt. Dat heel veel andere partijen die geen deel uitmaken van de coalitie zich ook kunnen vinden in de plannen voor deze gemeente. De wijze waarop wij met deze gemeente om willen gaan en de ruimte die wij actief willen bieden aan onze inwoners, ook aan onze collega-partijen, die moet maximaal zijn. Dat betekent in mijn optiek, natuurlijk idealiter, dat je niet per definitie tot een meerderheid zou moeten hebben om tot het meest wijze besluit te kunnen komen. Dus natuurlijk vanuit het machtsdenken is het handiger wanneer je nog meer zetels zou hebben. Maar ik kan me ook voorstellen wanneer je op basis van de inhoud en de dialoog tot een wijs besluit wil komen, dat je dat niet per definitie vanuit ik ben de grootste zou moeten willen of kunnen doen. Ja, daar hebben we het over gehad. Er zit een risico in. Maar wat wij willen gaan doen is dat we niet alleen maar in coalitie en oppositie gaan denken, maar dat we echt op de inhoud gaan zitten en gaan kijken hoe we ook andere partijen bij die inhoud kunnen betrekken. En dat betekent in sommige dossiers dat het misschien wel heel makkelijk is om een bredere meerderheid te kunnen vinden. Je zou het als risicovol kunnen betitelen. Het is uiteraard een kans. We gaan het op een andere manier doen, waarbij we veel meer de inwoners gaan betrekken om een breed draagvlak te krijgen. En ook de raad betrekken om diezelfde reden. Ach, het land wordt geregeerd met één meerderheid. Dus in Sittersgelen kunnen we dat ook voor elkaar krijgen. En we hebben onder elkaar afgesproken dat we gewoon heel veel ook in elkaar investeren. Veel erover praten en samen komen we eruit. En ik maak me sterk dat dat moet gaan lukken.